Welkom in de kerk. Welkom bij Jungle TV. Ik ben Denise. Zijn jullie vol nieuwe energie? Ik ook. Ga maar staan en doe maar mee. We gaan ons even lekker losschudden. Goed zo, schud je maar los. Eerst je linkerarm, dan je rechterarm. Je linkerbeen en je rechterbeen. Goed gedaan. Dat was gezellig om te doen, hè? Ja! Weet je wat ook gezellig is? Post! Laten we gauw gaan kijken of er nog post is binnengekomen. Doris Verhoeven uit Barneveld heeft de Ark van Noach super vrolijk gekleurd. En ook Sophie Smeets uit Amersfoort heeft er een prachtig kunstwerk van gemaakt. En Roman de Jong uit Meerkerk vindt onze kleurplaten wel heel leuk. Hij heeft hem ook deze week weer naar ons toegestuurd. Mooi hoor. Dankjewel Doris, Sophie en Roman. Heel gezellig, al die post. Ook deze week is er weer iets leuks om te maken op onze website. Op redemptionchurch.nl/kidsonline. Papa of mama kunnen daar vast wel mee helpen. Als je kunstwerk af is, maak er dan een foto of video van. En stuur hem op naar kids@redemptionchurch.nl. Daar worden we blij van! Vandaag gaat het over Abraham. Zou Jordi weten wie Abraham is? Laten we snel kijken! Ah! Oh nee! Soep! Dekking! Soep! Dekking! Ah! Oh nee! Niet vallen! Jordi! Jordi! Wat is er? Wat is er aan de hand? Ja! Waarom zit je met een pan op je hoofd? Arjo! Nou? Je moet ook uitkijken! Kijk uit voor je hoofd! Wat? Wat? Oh, ja! Wat zijn we aan het doen? Soepdekking, Arjo! Soepdekking? Zoekdekking bedoel je? Nou, ik heb gehoord dat vandaag de sterren gaan vallen. Dat heb ik gezien op het journaal. De sterren vallen? Ja. Oh, vallende sterren bedoel je zeker? Ja, allemaal! Ah, maar de sterren kunnen toch helemaal niet op je hoofd vallen, Jordi? Oh, maar dat wist ik niet. Arjan. De sterren zitten gewoon in de lucht. Blijven ze daar ook? Ja, ze blijven gewoon in de lucht. Ook ja. Als ze vallen? Ja, zeker. Ja, oh, ze hier. Vallen echt nou, niet op mijn hoofd. Dan mag je die pan ook wel. Nou. Nee, maar Arjan. Ja? Kun je me dan misschien uitleggen waarom je sterren alleen in het donker kunt zien? Nou. Waarom? Nou, kijk, dat is makkelijk. Kijk, de zon die schijnt overdag. En die schijnt zo hard dat je de sterren niet kan zien. Nee, maar ze zijn er wel hoor. Ja, zeker. Ja. Soms wel 3 sterren en heel soms ook 5. Nee, 5 veel meer. Ja. Meer? Ja. Oh, maar dan bijna er denk ik wel een stuk of 10. Ja, 10. Dat is best nee, veel. Nee joh, nee. Veel meer. Ja, echt veel meer. Wel ontelbaar. Ontelbaar? Ja. Dat klinkt heel veel hoor, Arjan. Net zoveel als zandkorrels bij de strand. Oh, ik weet een verhaal daarover. Oh, zal ik dat verhaal eens vertellen? Staat in het boek van de Heere God. Vertellen dat verhaal? Ja, dat kan ik. Nu? Waar is die? Op je hoofd, Arjan! Op je hoofd! Ja, natuurlijk! Eens even kijken hoor. Je was nog steeds met die sterren bezig, hè? Ja, even vergeten. Niet kunnen vallen. Luister. Vader God houdt heel veel van Abraham. Want daar gaat het verhaal vandaag over, over Abraham. Vader God die zei tegen Abraham, ik beloof dat ik goed voor je zal zorgen. Ik geef je alles wat je nodig hebt, alles. Abraham had helemaal geen kinderen. Nee, en daarom zei Abraham tegen God dat hij best graag een zoon wilde. Net als jij, Jordi. Oh. Ja, God was goed voor Abraham en hij zei, ik beloof je, jij krijgt een zoon. Wow, en Vader God doet echt altijd wat hij beloofd heeft. Altijd. Altijd, dat klopt hoor, Jordi. Ja. Ja. En God die zei, Abraham... Kom eens naar buiten en kijk eens naar boven, naar die sterren. Kun jij ze voor mij tellen? Allemaal. En Abraham die begon met tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Tel. Hij probeerde het echt maar. Hij telde en hij telde. En weet je, het waren veel te veel sterren. Ja, hij kon ze gewoon niet tellen. God die zei... Abraham, weet je,
Ik beloof je dat er zoveel kinderen zullen zijn als er sterren zijn. Kleinkinderen, achterkleinkinderen, allemaal kinderen. Iets van 100.000 miljoen katroenkinderen, hè? Ja, nou ja. En toen, Arjan? Nou, wat gebeurde er? Op een dag, hè? Op een dag kwamen er drie mensen, drie, ja, op bezoek bij Abraham. En eentje zei, hey Abraham, jij en je vrouw Sarah zullen een kindje krijgen. En het zal een jongetje zijn. Oh. Abraham was zo blij, dat hij begon te jubelen. Ja, zoiets, hè. Oeh, jee, jee, jubel. Haha, jubel. Hij is blij, hè? Ja, Sarah, de vrouw van Abraham, die moest een beetje lachen. Oh. Ze zei, maar Abraham, kijk nou toch, jij bent al hartstikke oud. En ik ook al, ja. Wij kunnen toch geen baby krijgen? Nee, Abraham, dat gaat helemaal niet. Want Abraham, die was al 100 jaar oud. Ja, en Sarah, die was al 90. Maar dat is echt toch heel oud, Arjan? Nou, zeker. Maar God was niet vergeten wat hij had beloofd. Helemaal niet, nee. En zo kwam het dat Abraham en Sarah een zoon kregen. Een klein babyjongetje. Ja, Abraham en Sarah die waren zo blij. Ze lachten en ze lachten, want God was goed voor Abraham en Sarah. Zeg Arjan? Ja. Zou Abraham de sterren geteld hebben? Zo. Met zijn vinger, denk je? 1, 2, zo. Ja, zou ik denk zo tellen? 1, zo. 2, 3. Wauw. Ik kan eigenlijk ook best goed tellen zo met mijn vinger. Ja? Ja. Oh. Zo, weet je wat ik heel goed kan tellen, Arjan? Nou, laat eens zien dan. Nou, ik kan bijvoorbeeld heel goed. Wacht even. 1 snoetje. 2 snoetje. Nee, hè, Jordi. Nee. 3 snoetje. Jordi, dat kan toch niet, Jordi? Maar het is wel een heel mooi verhaal. Wat vies, Jordi. Maar wel grappig. Wat bijzonder verhaal was dat, hè? Heb je het gehoord wat Jordi zei? Hij zei, Vader God houdt ook van mij. En Vader God doet wat hij belooft. Altijd. En zo is het. In de Bijbel staat dus dat God zorgt voor Abraham. Vader God houdt van Abraham. Hij zei, ik beloof je dat ik altijd voor je zal zorgen. Vader God gaf Abraham alles wat hij nodig had. En God gaf hem een zoon. Vader God vond Abraham heel erg goed. Vader God houdt ook van jou. Hij zegt, ik beloof je dat ik altijd voor je zal zorgen. Ik zal je alles geven wat je nodig hebt. Vader God vindt jou heel erg goed. Bijzonder, hè? Ik moet gelijk weer denken aan die tekst. Zullen we hem nog eens doen, zodat we hem weten en nooit meer vergeten? Doe maar mee. Mijn God maakte de aarde. Mijn God maakte de hemel. Mijn God maakte ook mij. En wat hij maakte, was heel erg goed. Wauw, supergoed gedaan. Cool, blijf dit doen, hè? Met de gebaren erbij.
Hoor jij ook al bij Vader God? Soms, hè? Soms weet je niet zeker of je bij Vader God hoort. Dat kan, hoor. Weet jij het niet zeker, maar wil je ook bij Vader God horen? Zeg mij dan maar na. Vader God. Vader God. Ik wil graag bij u horen. Ik wil graag bij u horen. Wauw. Nu hoor jij ook bij hem. Net als ik. Voor altijd. Dan gaan we nu samen het avondmaal doen. Doe je mee? Pak maar een stukje brood of een cracker en een slokje sap of limonade. Dit is het brood en dit is de wijn die samen het speciale avondmaal zijn. Het brood is zijn lijf, de wijn is zijn bloed. Zo blijf ik gezond en zo voel ik me goed. Dank u, Heer Jezus. Neem het maar. Dan zegen ik jou nu met dat je weet dat de Heere God jou heel erg goed vindt. Dat hij van je houdt, dat hij bij je is en dat hij je nooit alleen laat. In Jezus' naam, amen. Dag, tot volgende week. Dan is er weer een nieuwe aflevering van Jungle TV met een nieuw verhaal uit de Bijbel. Kijk jij dan ook weer? Dag! Denise! Ik wil nog even wat laten zien. Zeg het maar, Jordi. Ja, ja, want Jordi en ik, we hebben heel hard geoefend, hè, Denise? Ja. Ja, zullen we het doen, Jordi? Ja. Ja, let op, hè. Mijn God maakte aarde. Ja, mijn God, die maakte hemel. Hemel. En mijn God maakte ook mij. Ja, ook mij. En wat hij maakte, dat was heel erg goed. Goed, met een duim. Met je duim zo, goed. Dat vind ik zo leuk om te doen, hè. Ja. En dit is ook nog eens waar, hè, Arjan? Het is zeker waar. Ja. Maar weet je wat ook waar is? Nou? Dat ik lekker even soep ga maken. Ja, lekker. Ja, met heel erg veel balletjes erin. Heel veel balletjes? Ja, lekker, hè. Oh. Ontelbaar balletjes. Ja, lekker met snoepballetjes erin. Bajon, heel veel balletjes kan je ervan maken. Jullie, we moeten nog even dag zeggen. Oh. Dag, kinderen. Wat? Dag. Gaan we dag zeggen? Ja, we moeten dag zeggen. Oh! Ja, ik was nog met mijn balletjes bezig. Oh!